Dit is de aarde. Of, zoals de rest van het universum het noemt, de bol der dromers. De bewoners van die bol verdoen veel tijd met slapen en dromen. Hun grote verbeeldingskracht drijft weg, vol met creatieve energie. En waar gaat dat allemaal naartoe? Via de grote hersenen stroomt het weg, waarna het samen... In Little Big Planet ben je een klein zakpersonage. Dit ben jij. Wat een schatje zeg. Om je te verplaatsen gebruik je de linker joystick. Duw er zachtjes tegen om een beetje te schuifelen. Of duw hem helemaal naar voren om te rennen of je leven ervan afhangt. En vergeet de drie S'en niet. Springen, springen en springen. Druk kort op de actietoets voor een klein sprongetje. Of hou hem ingedrukt voor een verre sprong. Doe maar. Je wil er natuurlijk hip en sexy uitzien als je over Little Big Planet huppelt. Dus je moet ook weten hoe je je kleding aantrekt. Je huppelpakje dus. Druk op de menutoets om naar je poppet te gaan. De poppet is het handigste stuk gereedschap sinds een of andere Zwitser een mes aan een schroevendraaier laste. Laten we dat ding dus eens bekijken. Gebruik de linker joystick om door de icoontjes van het Poppet hoofdmenu te bladeren. Druk op de actietoets om er één te kiezen. Kies nu Personage aanpassen. Op deze pagina's kun je lekker op zoek gaan naar allerlei materialen om je sackpoppetje een nieuwe stijl aan te meten. Gebruik de linker joystick om iets te kiezen wat zegt: hey, ik ben een sackpersonage. Wen er maar aan. Dit is ook je Little Big Boutique, waar je allerlei stijlen kunt uitproberen. Soms te gek en soms te erg. Als je weer eens niet kunt beslissen welke kleren er vandaag bij je oren passen, selecteer je gewoon dit icoontje om jezelf in een willekeurig huppelpakje te hijsen. Om de poppet te verlaten, druk je op de terugtoets om een pagina terug te gaan. Druk er nogmaals op om de poppet af te sluiten. Oh, met dat pakkie steel je de show in Little Big Planet. Of ze lachen je gewoon keihard uit. Thank you.
uit, dat lijf hoeft niet zo stijf. Je kunt jezelf tot leven brengen door de draadloze controller te kantelen. Druk op de linker joystick om te schakelen tussen je hoofd en je heupen. Met de richtingstoetsen kun je ook de gezichtsuitdrukking van je SAC-personage veranderen. Kom, lach eens naar het vogeltje. Druk op de toets omhoog. Vooruit. Kijk, nu ben je blij. Druk op de toets omlaag en je stemming gaat ook omlaag. Kijk nou, gezicht als een oorworm. Druk op de toets links en je bent helemaal bezorgd. Wat was dat? Met de toets rechts ben je ineens erg stoer. Maar als je de ledematen toetsen ingedrukt houdt, kun je met de joysticks je armen bewegen. Ja, hou nou maar weer op met dat stoere gedoe. Ja, ja, we zijn erg onder de indruk. Je pod is een kruising tussen je slaapkamer en je eerste huisje. Het is een plek waar je rustig kunt bijkomen van al je avonturen en die je mag inrichten zoals jij dat wilt. De controller, dat ding daarachter, is je podcomputer, je inventaris en je toegangsmodule. Je zet hem aan door ervoor te gaan staan en op de menutoets te drukken. Geen enkele wereld is verbazingwekkender, fantastischer en creatiever dan Little Big Planet. Nergens beleef je zulke betoverende avonturen, ontmoet je zoveel waanzinnige personages en kun je zoveel leuke dingen doen. Wat je ermee doet, is helemaal aan jou. Bouw nieuwe levels en breid de wereld uit. Verzamel hulpmiddelen en voorwerpen en druk je stempel op het landschap. Of geniet gewoon van de mensen en de puzzels die ze hebben bedacht. In Little Big Planet komt je mooiste droomwereld tot leven. Druk dus snel op de actietoets en laat je fantasie de vrije loop. Zo, jij bent ook nergens bang voor, hè? Je bent op weg naar een van de scheppers. Zij verzorgen en onderhouden Little Big Planet als je wakker bent. Dit is de koning der tuinen. Druk op de actietoets om te zien wat hij voor ons in petto heeft. Dit is een Little Big Planet zegel. Nee, niet op een brief plakken, zo'n zegel is het niet. Het is een insigne, een soort kaart die aangeeft waar een schepper iets moois voor je heeft gemaakt. Selecteer de zegel met de actietoets en ga op zoek.
Af en toe kom je vast te zitten. Maar maak je dan vooral geen zorgen. Gooi je controller niet naar de kat, want die gooit misschien iets terug en dan heb je de pop aan het dansen. Dus nee, als je nou echt niet verder kunt, druk je op de menutoets om naar je poppet te gaan. Ga met de linker joystick naar het icoontje opnieuw. En hou de actietoets ingedrukt. In principe kan een Sackpersonage tijdens het spelen van Little Big Planet nooit gewond raken. In principe. Stickers verzamelen is het coolste van het coolste in Little Big Planet. Druk op de menutoets om de pop-it te laten verschijnen. En ga naar de pagina Stickers en versieringen. Cool, toch? Verbaas je eerst over de overweldigende pracht van je verzameling. Selecteer dan een sticker met de linker joystick. En bevestig je keuze met de actietoets. En nu gaan we lekker plakken. Verplaats de sticker met de linker joystick. Zo dus. Met pop-pop. Indrukwekkend, hoor. Volgens mij heb je Little Big Planet in je dromen al veel vaker bezocht. Je kunt het nog een keer proberen om je score te verbeteren. Of je kunt naar de zojuist ontdekte plaats gaan. Gebruik de linker joystick om je keuze te bepalen.
Je bent een echte ontdekkingsreiziger, kleine vriend. Hé, ik heb net even in je pot gekeken en die kan wel wat aankleding gebruiken. Het is je eigen stek. Geef hem een persoonlijk tintje of kleed hem aan in stijl. Doe eens gek! Druk een paar keer op de terugtoets om de pot te verlaten en gebruik je poppet om... Ik moet je echt even vertellen hoe handig dat startmenu is. Je kunt er geweldige dingen mee doen. Zoals het afspelen van video's die je hebt verzameld, prutsen met je instellingen en nog veel en veel meer. Probeer het gewoon. Het is werkelijk super makkelijk. Dus druk maar snel op de starttoets. Thank you.
Thank you.
Oh, de hemelse droomwereld kent geen geheimen voor jou. Je hebt het werk van de volgende schepper vrijgespeeld. Je bent een geboren dromer. Dus hier heb je nog een paar planeten om je magische ontdekkingstocht op voor te zetten. Bezoek ze allebei maar snel. Ik zie je daar met nog meer toeristeninformatie. Waar kun je lekker eten? Dat soort dingen. Oh, hey, hoi. Je bent terug in het speltype verhaal waarmee je was begonnen. Met deze optie zoek je op Little Big Planet verder naar materialen en andere dingen, zodat je op mijn maan nieuwe vreemde omgevingen kunt bouwen.
Deze pagina staan alle dingen die je een hart hebt gegeven. Zo heb je al je favoriete onderdelen altijd bij de hand. Yeah.
Thank you.